Minister en staatssecretaris van Onderwijs, voorzitter van de Tweede Kamer, burgemeester van Den Haag en lid van de Raad van State. Wim Deetman, oud-leerling van de Populier, heeft een lange staat van dienst. We kijken terug op zijn middelbare schooltijd. Toen de keuze gemaakt moest worden, stond het vast, het christelijke school. En dan was de keuze, we woonden toen in de Hulshorststraat, bij de Larijweg. En ja, dan hadden we de keuze. Overvoorde was een ABS of christelijk ABS of de Populier. En het was halverwege en Populier is het geworden. Daar hebben we ook niet lang, kan ik me herinneren, over gedelibereerd. Ik vond de Populier wat mooi. Maar het gebouw heeft altijd, vind ik, een heel eigen karakter gehad. Als ik bouwkundig kijk, heel symmetrisch. Van welke kant je ook bent. Maar ook, dat ervaar je ook als je in die school zo bent. Ik weet wel, er is later al hier en daar wel wat veranderd. Maar het karakter is zo gebleven. In zekere zin ook heel evenwichtig. Waardoor er ook een zekere rust werd uitgestraald werd. Bij het gebouw ook, zelfs als er pauze was. Wat onderscheidt de Populier van andere scholen in Den Haag? Ja, in ieder geval, het is een school die 100 jaar is. Op de, voor het grootste deel op dezelfde plek. Wat ik noem koers vast, maar natuurlijk de samenleving verandert en dat vergt natuurlijk hier en daar aanpassingen. En toch ook dat de oog voor, denk ik, voor leerlingen. Het viel mij op toen ik, nadat ik mijn eindexamen gedaan had, niet meer geweest ben. Maar op een bepaald moment, toen ik minister werd, was er wat. En toen werd ik uitgenodigd. Nou, afgezien dat de weg in de school voor mij als feilloos in het geheugen stond. Maar toen viel mij wel op, en laterhand ook, dat de leerlingensamenstelling enorm was veranderd. Maar verder, in de manier van doen en de manier van opereren, zeg ik, ja, dat was allemaal gelijk. En ik denk dat de school erin geslaagd is om die veranderingen ook in de leerlingenpopulatie goed op te vangen. Dat blijkt niet uit allerlei cijfers met vergelijkingen, maar ik kijk er met een wat onderwijskundige bril naar en dan zeg ik, nou, dat heeft die school goed gedaan. Aan de ene kant koers houden, aan de andere kant, ja, de aanpassingen die nodig zijn wel aanbrengen. En zou u ook daarom de school aanraden aan andere mensen? Ja, daar heb ik geen seconde twijfel. Ik kwam onlangs eens iemand tegen die nog op de Populier zit. Ik ken de jongen niet. En, die zei, maar u bent ook een Populier. Ik zei, ja, jij dan ook? Ja. Ik zeg, nou, dan komt het goed met je. Dank u wel. Graag gedaan.